Yo mates, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Gun Game Challenge hier op Call of Duty Black Ops 2. De challenge van vandaag is win 1 potje op Sensitivity 14. We hebben natuurlijk een tijdje geleden gewonnen op... Fucking hell. We hebben natuurlijk een tijdje geleden gewonnen op Sensitivity 1. En natuurlijk hoort Sensitivity 14 er ook nog bij. Want we moeten natuurlijk wel 1 en 14 doen. Dus ik ben nu op de hoogste sensitivity die je kan in Black Ops 2. Ik speel ik nooit op, maar ook echt letterlijk nooit. Dus ik hoop... Ah, fucking killsteal. Dus ik hoop dat wij natuurlijk... Kak! Kunnen gaan winnen, wat echt gewoon lastig gaat worden. Want ik loop letterlijk overal tegenaan. Jezus, dit gaat me nooit lukken, joh. Ik moet even wennen dat ik fucking snel stuur met mijn knokkeltje. Maar dat gaat wel goed. Als we eenmaal gewend zijn... Hoppa, dat gaat wel lekker. We winnen dit wel, let maar op. Let op mijn woorden. Als ik zeg, we gaan dit winnen... Oh nee, niet doen. Dan gaan we dit ook winnen. Het gaat alweer beter. Wow. Het ging alweer beter, totdat ik fucking veel te ver draaide. Get wrecked, maat. Ah, hij kwam met zijn excuse in het hoekje om. Daar kan je niks tegen doen op die afstand helaas. Maar daar kan je wel wat tegen doen, want die vent die gaat gewoon midden in de map op de grond liggen. Oh, die jumps op 16-14. Jij moet reloaden, want je hebt een scorpion, vriend. Daar ga je niet verder mee en meer mee kunnen... Schieten! Pop stond in de weg. Lekkere spam, dankjewel Call of Duty, snipertje. Oh my god. Ah, kak, dat is moeilijk, man. Snipen op de hoogste sensitivity, dat kan ik dus echt gewoon niet. Die kogel in de lucht in, man. We moeten gewoon hardscope, nee, oh, wat? Dat gaat ook nog fout. Oh. Dank je. Oh my god, wat sukkels. Wat de sukkels, deze mensen. Die had ik zien aankomen, jongen. Want ik ken een spanstem, helaas voor jou. Fuck. Uit mijn hoofd. Er staat er één in de tuin. Oh my god. Oh, ik heb hem. Ik weet niet hoe ik hem... Wat? Ik ben gekill... Steeld. Ik heb hem alsnog. Ik heb die andere ook. Wauw. Het staat gelijk. Wie gaat de laatste kill maken? Ik, want die vent gaat stil zijn in de hoek. Wat een lul. Als hij niet stil was gaan staan... En hij bleef gewoon rondrennen, had ik hem waarschijnlijk gemist. Maar hij ging in de hoek stilstaan. Waardoor ik hem nu makkelijk heb kunnen killen. En waardoor we dit potje ook heel snel alsnog hebben kunnen winnen. Op natuurlijk, want ik moet nog even laten zien. De Sensitivity 14. Maar we moeten nog een potje spelen. Dus tot en met game nummer 2. Alright boys, welkom bij game nummer 2. We spelen natuurlijk nog steeds op Sensitivity 14. Oftewel insane zoals je kan zien. En oh, ik knijp per ongeluk. En ik hoop dat we dit ook weer kunnen gaan winnen. Op zich valt het nogal mee hoe snel alles gaat. Maar... Dat is natuurlijk niet iets wat ik gewend ben, maar we gaan... Oh joh, we gaan op B stoken, hè? Holy fucking tieten, joh. What the fuck zijn we aan het doen? Jongens. Ik had een kill chain op Sensitivity 14. Ik had een killchain. Oh my god. Op Sensitivity 14. Wauw. Wauw. Dat is echt gewoon fucking briljant. Kut, zit er een naast me. Ik hoor hem te laat, man. Ik heb gewoon een killchain gehad. Oké, nu vind ik sowieso dat ik een puntje bij mag. Omdat ik ten eerste potje heb gewonnen op Sensitivity 14. En ten tweede gewoon een killchain heb gehaald. Ik had nooit een killchain. Ik speel voor de gein. Voor de challenge op Sensitivity 14. Wat haal ik? Een killchain. Lekker Call of Duty. Lekker. Dat is nou net hetgene wat ik niet wilde halen. Maar weet je, het is wel mooi eigenlijk. Ik vind het wel een mooie prestatie. Ah, hij wist dat ik daar stond. Jammer. Oké, nog 4 kills moeten we maken. En dan hebben we alweer gewonnen, joh. Ah, fuck. Oké, jammer jongen, doei. En... Oh! Kak, ik ben dood. Ja, dat zag gewoon aankomen, sorry. Nog 1 kill. Dank je. Die vent zit helemaal vol te sprayen, ze ziet alles mis. Ik rustig even. In één keer is de kopie weer heel snel gewonnen natuurlijk. 2 hele snelle potjes op Sensitivity 40, zoals je hier kan zien. Met nog eens de motherfucking killchain erbij, wat niet makkelijk is om te halen. Maar wat wij wel hebben gehaald,
Mocht je nog een challenge hebben, mensen, voor mij, ram dan natuurlijk sowieso op die like-knop. En laat je comment achter met daarin natuurlijk een challenge. Want wie weet pak ik jouw challenge eruit. Wie weet ga ik jouw challenge proberen te halen. Maar ik heb een killchain gehaald. Alle tweede potjes gewonnen. Op Sensitive 14. En blijkbaar moet ik het vaker aan zetten. Want ik haal nooit een killchain behalve Sensitive 14. Oké. Okay, dus tot de volgende keer, mensen. Dankjewel voor alle support. En... bye bye.